Het gebeurt de daklozen in Eindhoven niet elke dag. Een warm onthaal op de Rode Loper. Want vanmiddag was in Pathé de première van Vriend. Een korte film over het zwerversbestaan. Ik hoor hier. Nou ja, ik bedoel, ik ben hier gewoon. Oh. De Eindhovense dakloze speelde zelf mee in de film. Geen dagelijkse kost dus. Het is een hele ervaring, hè. Ik heb het nog nooit eerder gedaan, maar ik vond het heel leuk. Nou, het is een hele mooie ervaring. En dan weet je hoe zo'n film gemaakt wordt. En dat het toch in 10 minuten, dat ze dat kunnen laten zien in een heel verhaal. En dat is een hele ervaring. Ja, fantastisch, hè. Ja, fantastisch. Ik vind het wel, spannend en zo om mee te doen. Jawel. Heb je nog ambities van later in de film te spelen? Ja, misschien. Maar gewoon geen plankenkoorts hebben. Het idee voor de film komt van het Leger des Heils, die daarmee haar 125-jarig bestaan viert. Het is een keer geroepen door een paar mensen en dat is alleen maar groter geworden. Het balletje is gaan rollen en we haalden er steeds meer bij. En toen kwamen we bij Broed terecht. En toen werd het helemaal leuk en toen zijn we ermee doorgegaan. Ja, het is alleen maar gaan rollen. Vriend vertelt over het verhaal van Bart, die dakloos wordt. Hij ontmoet Samuel, die hem laat zien hoe het leven in de dagopvang is. En daarom moet Bart veel van zijn vooroordelen opzij zetten. Ik speel de rol van Samuel. Hij is een bewoner van het tehuis. Hij woont er al een paar jaartjes. Hij weet hoe het eraan toe gaat. En dan komt een nieuweling binnen. En ik raak bevriend met hem en ik verwelkom hem. En ik laat hem zien hoe het eraan toe gaat. Dat het niet zo eng en raar is als iemand misschien zou denken die nog nooit bij een Leger des Heils etablissement is geweest. Ik speel de rol van iemand die voor de allereerste keer bij de daklozenopvang terechtkomt. Dus ik heb eerst op de straat geleefd en ik klop vandaag voor het allereerst aan bij het Leger des Heils. En hoe was het om in die rol te kruipen? Dat was best spannend. Om zeker de bijrol en figuranten die we hadden, dat waren echte bewoners van Leger des Heils. En eigenlijk moest ik hun gaan naspelen. Ik moest in hun rol kruipen, hun leven kruipen. Dus dat was heel erg spannend of ik überhaupt wel kon tippen aan dat wat ik daar allemaal zag. Vriend is ingezonden voor Nederlandse filmfestivals. Mocht de film een succes zijn, dan is die binnenkort ook te zien voor het grote publiek.